Ik ben Sophie Leijdensdorf, psycholoog en onderzoeker. Vanaf het begin is onderzoek een belangrijk deel van het IES. Samen met jongeren hebben wij een vragenlijst ontwikkeld en daarmee kunnen wij meten bijvoorbeeld hoeveel jongeren gebruik maken van het IES en ook met wat voor vragen zij komen of waar ze graag over willen praten. Dat is belangrijke informatie, want op die manier kunnen we het IES nog beter laten aansluiten bij de behoeften van jongeren. Als jongeren daaraan mee willen werken, dan vragen we aan het eind van het gesprek bij het IES of ze de korte vragenlijst op de iPad willen invullen. En als ze dat doen, dan worden hun antwoorden anoniem verwerkt. De gegevens uit de vragenlijst gebruiken wij niet alleen om het IES te verbeteren, maar ook om wetenschappelijke artikelen over te schrijven. Op die manier kunnen wij namelijk onze ervaringen van het IES in Nederland delen met soortgelijke initiatieven over de hele wereld. Een eerste artikel is inmiddels gepubliceerd en je kunt het lezen via deze link. Maar we hebben het ook even voor je samengevat. Ons onderzoek ging over de psychische problemen van jongeren die het IES bezoeken en de impact van deze problemen op hun kwaliteit van leven en eventuele maatschappelijke kosten. We weten namelijk dat veel psychische problemen al vroeg in het leven ontstaan, maar dat het voor jongeren vaak moeilijk is om hulp te vragen en hulp te vinden wanneer ze dat nodig hebben. Je ziet dan dat mensen pas hulp krijgen als hun problemen al best wel erg zijn geworden. Met het IES willen we proberen om daar eerder bij te zijn. We hebben onderzoek gekeken naar de eerste 80 bezoekers van het IES en we zien dat hun kwaliteit van leven duidelijk verminderd is ten opzichte van leeftijdsgenoten in Nederland. Bij de het IES bezoekers zien we namelijk op een schaal van 0 tot 1 een gemiddelde kwaliteit van leven van 0,62, terwijl dat bij hun leeftijdsgenoten tussen de 0,91 en 0,96 ligt. Ze hebben dus duidelijk last van hun psychische problemen en het belemmert ze ook in het dagelijks leven. En we zien dat dit nog wat sterker aanwezig is bij meisjes ten opzichte van jongens. Ondanks deze klachten had slechts een kwart van de jongeren die het IES bezocht in de afgelopen 3 maanden professionele hulp gehad voor zijn of haar klachten. Hierbij zagen we dat jongeren die Nederlands spraken wat meer hulp hadden gehad dan jongeren die geen Nederlands spraken. En als je dit omrekent naar maatschappelijke kosten, dan kostte deze hulp ongeveer €103 per persoon per 3 maanden. Liefst 60% van de het IES bezoekers gaf aan dat zij in de afgelopen 3 maanden minstens 1 dag school of studie hadden gemist door hun psychische klachten. Dit was bij jongeren die alleen woonden nog wat hoger dan bij jongeren die met andere mensen samenwonen. Omdat het missen van school, studie of werk ook maatschappelijke kosten met zich meebrengt, hebben we berekend hoe hoog die kosten dan zijn voor de jongeren die het IES bezochten en kwamen we op zo'n €400 per persoon in 3 maanden. Als je dit optelt bij de kosten van de zorg, die ik net noemde, kom je op zo'n €500 in de afgelopen 3 maanden per jongere. En dat is dan dus zo'n €2000 per jaar. Dat geeft aan dat de klachten van de jongeren die het IES bezoeken al serieus zijn en impact hebben op zowel het leven van de jongeren als op de maatschappij. De resultaten onderstrepen dus het belang van laagdrempelige hulp voor jongeren. Juist omdat dit zo'n belangrijke ontwikkelingsfase is, kunnen psychische problemen langdurige negatieve effecten hebben en laagdrempelige hulp kan deze effecten voor een deel voorkomen. Tot slot wil ik nog de jongeren bedanken die het IES hebben bezocht en die mee hebben gewerkt aan de vragenlijst. Zonder jullie hadden we dit onderzoek niet kunnen doen.